Hoe lekker is dat, de eerste uitoverwinning van het seizoen? Oh, uitstekend. Iedereen bent helemaal blij in de kleedkamer. Daarom nu hebben we meer vertrouwen voor de volgende uitwedstrijd. Hoe hebben jullie het gevierd in de kleedkamer? Nou, alleen praten met elkaar en zeggen, ja, ga door deze weg. Je kunt het zien, iedereen bent super blij. En jij bent ook blij, denk ik, want je hebt weer een doelpunt gemaakt, net als vorige week. Hoe lekker is dat? Ja, het is super. Als ik zeg voor laatste week, dat ik heb ietsje minder geluk. Als de laatste schieten tegen Feyenoord. Maar nu heb ik 2 keer doelpunt gemaakt in 2 weken. So, je moet altijd vertrouwen in jezelf en doorgaan. En dat is wat ik heb gedaan. En ik heb vertrouwen van de trainers. En dan komt het doelpunt. Je moet altijd gaan door. En jouw spel, dat ga je nu ook doorzetten de komende weken door het vertrouwen dat je nu hebt gekregen? Ja, moet, denk ik. sorry. Ja, we hebben geen. We moeten focussen op elke wedstrijd en op dezelfde energie. Ik denk dat de weg dat we winnen is dat we hebben veel betere energie nu. En iedereen werkt voor de punten. En dan volgende week? Ja, kom op man, kom op. De derby, wat weet je ervan? Ik heb drie vriendinnen. Dat komt van Zweden. Kijk de wedstrijd daarom is. Ik denk dat is voor ons de grootste thuiswedstrijd. Voor de fans zij wil dat we moeten winnen tegen Twente. Maar we moeten focussen wat we kunnen doen en dan hebben we een goede kans. Maar elke wedstrijd is een nieuwe wedstrijd en we moeten 100% focussen. Is nu de weg naar boven definitief ingezet in plaats van dat je naar beneden kijkt? Ja, ik denk ik kan ietsje meer naar boven kijken. Maar als ik zeg laatste week, we moeten focussen op elke wedstrijd, elke training. Hebben we niet dat focus, dan hebben we hebben minder kans te winnen. En ik wil 100% winnen. En ik kan zien dat andere mensen hebben meer winnaarmentaliteit. Daarom ook iedereen push. Iedereen. Ik ben helemaal blij met de groep nu. Daarom elke training, elke wedstrijd hebben we meer focus op de 3 punten. Daarom dat is wat jouw spel voetbal voor succes en 3 punten.